Mio en Luc van Team Vanguard hier. Actueel zijn de regels omtrent de schotenergie van de NABV. Wij hebben hier zelf onderzoek naar gedaan en we willen graag laten zien wat onze conclusies hierin zijn en hoe dat we daarbij gekomen zijn. Precies. We laten zien eigenlijk hoe gevaarlijk is nou de BB op de zogeheten veilige afstand en waarom zijn er nieuwe regels van de NABV eigenlijk nodig. Let's do this! We zijn begonnen met het opzetten van een theoretisch model waarbij we alle parameters hebben meegenomen die belangrijk zijn voor de vlucht van een BB. Uitkomst een model waarbij we alle verschillende configuraties heel snel met elkaar kunnen vergelijken. En ja, daar gaan we nu mee aan de slag. Precies, en dan is het natuurlijk wel fijn als het theoretisch model ook in de praktijk blijkt te kloppen. En dat gaan we nu dus testen. Goed, we hebben hier een HPA-sniper, hebben we hier vast in de opstelling gezet, zodat die heel stabiel kan schieten. Waarom HPA? Omdat we die goed kunnen regelen qua energie. Met deze meter gaan we dadelijk de startenergie van het balletje meten. En deze meter zetten we dadelijk op een afstand die we willen weten. Hier nog 40 en dan op 15 meter komen uit. Zo, maar dat is dus, dan heb je dus een hogere energie als op 15 meter van de sniper dan met een AEG point blank. Dat is toch belachelijk? 15 meter is daar wat, ja, de huidige limiet is. Dat is de huidige limiet. Nou ja, dat verklaart wel een hoop van die filmpjes die ik online zie. Tja. We hebben hele mooie meterresultaten vandaag behaald. We zien dus een groot verschil in verschillende gewichten BB's op een bepaalde afstand. En dan zien we dus bij hele zware BB's dat er veel te veel energie overblijft op de zogenaamde veilige afstand. En daarom kunnen wij wel vinden in een maximum gewicht van 0,4 gram. Ja, en voor ons was het ook heel erg nuttig dat we nu ons theoretisch model met de praktijk hebben kunnen toetsen. En er is gewoon uitgekomen dat we dat vaker kunnen gebruiken. Hoi, ik ben Mio en dit is Luc. We gaan samen leuke testjes doen voor vandaag. Hoi. Hallo. Duidelijk praten, of niet dan? Oké. Bedankt voor jullie aandacht. Het was super vet dat jullie naar ons filmpje wilden kijken. Ik heb net iets vets gezien, jongen. What the fuck, waar? God. Oh, fuck! We hebben in ieder geval één teken.